Dit beeld is na aanstaande zondag verleden tijd. Want na het komend weekend rijden er geen bussen meer in de Aanstraat, Brugstraat en de Munnekeholm. De binnenstad krijgt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En bussen stoppen dan aan de noordkant van de Westerhaven. Veel ondernemers vinden het een goed initiatief. Dat vind ik een heel goed idee, zeker vanuit de gemeente, ook voor hier. Zeker qua aanloop naar de gemeente, vanuit de stad. En het moet wel voor een stukje zorgen dat het meer een winkelstraat wordt weer. En dat is wel wat we willen. Dat we een beetje richting gaan, bijvoorbeeld wat je hebt bij de Herenstraat en zo. Dus dat echt mensen hier voorbij komen lopen. Ik denk dat het voor ons alleen maar positieve kansen gaat bieden. Geen bussen meer, groot voetgangersgebied, alleen maar goed. Volgens de winkelier zorgt het drukke verkeer voor vele gevaarlijke situaties. De mensen letten meer op het verkeer omdat het zo druk is. Dat ze weten dat hier ook winkels zitten. En we horen toch ook regelmatig dat de bussen klaksoneren omdat er toch bijna een ongeluk dan gebeurt. Je merkt alleen wel dat het soms wat gevaarlijke situaties oplevert. We hebben wel eens een keer meegemaakt dat er bijvoorbeeld een bus hier langskwam. En dat hij bij de overburen dat hij daar een vlag afreed. Of dat mensen net niet geraakt werden door bussen. Dus ook voor een stukje veiligheid is het ook goed als de bussen zullen verdwijnen uit het centrum. Uitstekende situatie. Ik zou zeggen, ik juich het alleen maar toe. Want al die bijna ongelukken die ik hier in de straat heb zien gebeuren, dat is geen pretje. Nou, voor ons zelf als onderneming zijnde hopen wij dus wat meer traffic te krijgen. Dat het echt winterlijk publiek komt. En dat je dat ziet inderdaad ook terug in de aantallen die dan de winkel komen bezoeken. Dat mensen wat langer blijven stilstaan, omdat je nu toch met zo'n smalle gang zit. Dat je toch ziet dat mensen wat sneller doorlopen, omdat ze in de weg lopen. Ik verwacht dat we een betere doorstroming van de binnenstad gaan krijgen. En je ziet het in alle grote binnensteden. Autoluw, busluw, graag. De mensen in de straat zijn niet zo eensluidend in hun mening. Nou ja, het is een mooie plek om op de bus te stappen. En dan moet je straks helemaal vanaf de Westerhaven de binnenstad in lopen. Ja, makkelijk voor de winkeliers, ga je daar ook eens naar binnen, maar ik vind het wel jammer. Op zich voor verkeer is het eigenlijk ook wel goed, maar het is natuurlijk een stukje een aanslag op je binnenstad. Wil je dat? Over het algemeen, mensen moeten niet gaan zeuren. En je hebt er gewoon aan te passen. Dat geldt voor iedereen.